De Verbonden met Israël. Een serie lezingen over Israël en haar verbonden met Yahweh, de God van Israël. Uitgegeven door Israël Leerhuis en ingesproken door kolonel G.J. van Loon. Toen na de zondvloed God een verbond sloot met Noach, kreeg deze een teken van God dat de aarde nooit meer zou ondergaan door water. Namelijk, de regenboog werd gegeven als een symbool daarvan. De watermassa die de aarde had omgeven was verdwenen. Dat lezen we in Genesis 1, vers 6. En voor het eerst traden klimaatsverschillen op. Dat kunnen we lezen in Genesis 8, vers 22. Zon, maan en ster werden zichtbaar. En niet lang daarna zou het mensdom, ondanks de straf van de zonvloed, hierin hun goden erkennen en aanbidden. Aanvankelijk was het nog de mens die de macht aan zich wilde trekken. Zo was daar Nimrod, de kleinzoon van Cham, die zich opwierp als geweldenaar. Hij was het die de mens bevrijdde van het wild gedierte, maar ook van de Heere God. Later trad hij op als overheerser van de mens. Daartoe bouwde hij steden zoals Babel, Erech, Akkad, Kalne en nog andere, waaronder Nineveh. Later heeft men hem onder diverse namen als godheid vereerd, zeer waarschijnlijk als Orsis-Ris, Nimrita, Pan, Tammuz. Zie onder andere Ezechiël 8, vers 14. Daarna werd hij ook wel Allah Mosaim, God van de vestingen, genoemd. Overigens heette zijn vader Kus, later waarschijnlijk vergoddelijk tot Bel of Baal. En Merodach, de vrouw van Nimrod, was de godin Semiramis, de latere Astarten of Diana. De mythologie is te uitgebreid om hier nader op in te gaan. In ieder geval was de verering van de nu zichtbare hemellichamen begonnen. Toen daalde God af om te bezien het boze plan van de mens, in wezen Satans plan. En God zag het oog van de mens gericht op de sterrenhemel, zoals het was met de toren van Babel. Het bleek dat de mens niet hoog genoeg keek. De mensheid faalde weer. En nadat God hem verstrooid had, maakte God op wonderlijke wijze een nieuw begin. Toen riep hij Abram, en wel uit de verheidenste familie. Dat kunnen we lezen in Jozua 24, vers 2. Weg uit het Babelse systeem. Van Abraham staat, door het geloof is hij, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Dit lezen wij in Hebreeën 11, vers 8. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend, staat in Genesis 15, vers 6. Ja, God had een plan, één voor mensen onvoorstelbaar groot plan, namelijk het scheppen van een heilig, dat wil zeggen een apart gezet volk, een uitverkoren natie. En dit is een misrekening voor Satan. Toch bleek alles mis te gaan. Dat kwam omdat Israël niet begreep of niet wilde begrijpen wat God met uitverkorenen bedoelde. Zij moesten Gods dienstvolk zijn, een voorbeeld voor de heidenvolken. Want, zei de Heere, want de Israëlieten zijn mij tot knechten. Mijn knechten zijn zij, die ik uit het land Egypte heb geleid. Ik ben de Heere. Zo lezen we dat in Leviticus 25, vers 55. Een volk van knechten, Gods knechten, dat de eer zou hebben de verlosser der wereld voor te brengen. Deze verkiezing gold met nadruk het volk. Voor het individu geldt in alle tijden een persoonlijke bekering. Dat moeten we nooit vergeten. Want de farizeeërs dachten, wij zijn Abrahams nageslacht, dus kinderen Gods. Dat lezen wij in Matthäus 3,
vers 7 tot 9. En toen hij nu zag dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen: Addergebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Breng dan vruchten voor die aan de bekering beantwoordt. En beeld u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God bij machte is uit deze stenen Abrahams kinderen te verwekken. De uitverkiezing had dus niet in de eerste plaats Israël op het oog, al zou dat rijk gezegend worden, maar de verlossing van de wereld, Gods schepping, namelijk om het te verlossen uit Satans macht. Daarom zou Israël gezegend worden. Er staat geschreven: Hij heeft zich Israël zijn knecht aangetrokken om te gedenken aan barmhartigheid gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid. U kunt dat lezen in Lucas 1, vers 54 en 55. Zie ook onder andere Lucas 1, vers 68 tot 75 en hoofdstuk 2, de versen 29 tot 32. God koos dus Abraham omdat hij geloofde. Door onbegrip en twijfel hoe God zich zou doen, meende hij dat Ismaël zijn opvolger zou zijn. De voorvader van de latere Arabieren en vijanden van Israël. Maar God zei: Mijn verbond zal ik met Isaac oprichten. En zo schiep God zich een nieuw volk op bovennatuurlijke wijze. U kunt dat lezen in Genesis 17, de versen 18 tot en met 22. Nu gaan we eens kijken wat het verbond inhoudt. 1. Ik zal u tot een groot volk maken. Dat lezen we in Genesis 12, de versen 1 tot 3. 2. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Genesis 12, vers 7. 3. Ik zal u dit land voor altoos geven. Genesis 13, vers 14 tot en met 17. En 4. Het zal worden tot een zeer groot volk. Dat kunt u lezen in Genesis 15, versen 5 en 6. 5. De grenzen worden door God bepaald. Dat lezen we in Genesis 15, vers 18 tot en met 21. 6. Abraham wordt Abraham. Dat wil zeggen vader van vele volken. Genesis 17, vers 5. 7. Koningen zullen uit u voortkomen. Dat lezen we in Genesis 17, vers 6 en vers 16. 8. Abraham zal gebouwd worden uit Isaac. Dat lezen we in Genesis 8, vers 10. En 9. God zweert bij zichzelf: Ik zal u rijk zegenen, een zeer talrijk nageslacht geven als de sterren aan de hemel en het zand aan de zee. Genesis 22, vers 17. 10. God zweert bij zichzelf: Uw nageslacht zal de poorten zijner vijanden in bezit nemen. Dat lezen we in Genesis 22, vers 17, gelijk aan de bovende genoemde. 11. Alle volkeren de aarde zullen met uw nageslacht gezegend worden. 22, vers 18. En we moeten niet vergeten: het is een onvoorwaardelijk, eeuwig en eenzijdig verbond. 1. Eenzijdig, alleen God gaat tussen de stukken door. Dat lezen we in Genesis 15, vers 12 tot 18. En vergelijk daarmee gelijk Jeremia 34, de versen 18 en 19. God zweert bij zichzelf in Genesis 22, vers 16. 3. Het is een eeuwig verbond. Genesis 17, vers 7. 4. Herhaling van Gods eed aan Isaac. Genesis 26, vers 3 tot 5. 5. Herhaling van Gods belofte aan Jacob. Dat kunnen we lezen in Genesis 28, de versen 13 tot 15. En hoofdstuk 35, de versen 10 tot en met 13. 6. Diverse bevestigingen van het verbond vinden we onder andere met Jozef in Genesis 50, vers 24, met Mozes in Exodus 6, vers 7, Deuteronomium 1, vers 8, hoofdstuk 6, vers 10, 9, vers 5, 29, vers 13, hoofdstuk 30, vers 20, 34, vers 4, met David 1, Kronieken 16, hoofdstuk 16, de versen 15 tot 18, Psalm 105, de versen 8 tot 11,
111, 5, hoofdstuk vers 5 en vers 9. Jesaja 41, de versen 8 tot 10. Hoofdstuk 51, 1 tot 2. Jeremia 33, de versen 25 en 26. En Micha 7, vers 20. Luisteraars, ik kan u aanbevelen om met regelmaat deze cassette te stoppen en al deze genoemde teksten op uw gemak eens na te lezen, zodat de Heilige Geest u kan onderwijzen aangaande deze verbonden met het volk wat hij met hen sloot. Zodat u een heel beeld krijgt van hetgeen u gaat beluisteren. Beroep op het verbond. Mozes, zo lezen wij in Exodus 2 vers 24 en hoofdstuk 32 vers 16, en in Jozua, dan vinden we het over de 10 stammen, in 2 Koningen 13 vers 23, en David in 1 Kronieken 29 vers 18, lezen van Jozefat in 2 Kronieken 20 vers 7, Hiskia in 2 Kronieken 30 vers 6, en in Nehemia 9 vers 7 en 8, en Micha 7 vers 18 tot en met 20. Daarin leest u dat er een beroep gedaan wordt op het verbond. Nu gaan we enkele teksten lezen uit het Nieuwe Testament in verband met de beloften aan Abraham. 1. Bevestigd van de belofte aan Abraham vinden wij in Lucas 1, vers 54 en 55. 2. God gedenkt de eed gezworen aan Abraham, lezen we in Lucas 1, vers 72 tot 75. 3. Gij zijt zonen van het verbond met Abraham, dat lezen we in Handelingen 3. Vers 25. 4. Verbond met Abraham is niet afhankelijk van de Mozaïsche wet. Dat lezen we in Romeinen 4 in zijn geheel. 5. De beloften van een groot volk enzovoort. Maar de zaligheid heeft betrekking op het individu. Dat kunnen we weer lezen in Romeinen 9, de versen 1 tot en met 13. 6. De belofte blijft. Ondanks, ja, zelfs door een ongeloof kwam toch de zegen van het evangelie tot de heidenen. En hierna zal Israël zich bekeren, staat in hoofdstuk 11 van de Romeinen. Maar staat de bekering niet in de eerste plaats op de belofte aan Abraham als zodanig? U moet geheel Romeinen 11 lezen. Het verbond, hier testament, blijft het Noah-Mozaïs verbond, dat wil zeggen de wet, en kwam 430 jaar na de belofte aan Abraham. Het eerste was voorwaardelijk, dat aan Abraham onvoorwaardelijk. De gelaten, dat wil zeggen dat waren Kelters, Galileërs, waren een deel van Israël in de verstrooiing. Zij waren kennelijk nog zeer goed op de hoogte van hun geschiedenis. Zij waren wel verheidens en onbesneden, volgens Galaten 3, vers 15 tot 18. Punt 8. God zwoer aan Abraham omdat hij bij niemand hoger kon zweren. Nee, hij zwoer aan Abraham bij zijn heilige naam. Dat lezen we in Hebreeën 6, versen 13 tot en met 20. Lees ook Hebreeën 8, vers 1 tot 13. Dit slaat namelijk duidelijk op de Mozaïsche verbond dat vernield zou worden. Punt 9. God ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Hebreeën zijn Joden buiten Israël. Zij kennen het Oude Testament zeer goed, maar het evangelie van Jezus Christus nog niet. In de Hebreeënbrief gaat het overigens wel of niet houden van de wet. Zo kunnen we dat lezen, Hebreeën 2, vers 16. Punt 10. Door het geloof alleen vertrouwen op Gods belofte, Hebreeën 11, vers 8 tot 22. Punt 11 tot slot. Door het evangelie van Jezus, dat is het fundament van al de 12 apostelen, kan iedere gelover binnengaan door de 12 poorten van Israël. Dan is Gods plan vervuld en Isaaks taak volbracht. Zo kunnen we dat lezen in Openbaring 21, versen 9 tot en met 14. Alle beloften aan Abraham gingen over op Isaak. En toen deze twee zonen kreeg, namelijk Esau en Jacob, was het God die de beloften op Jacob deed overgaan. Als mens in de dagelijkse omgang komt Esau bij ons beter over dan Jacob. Maar toen Esau later toch het eerste geboorterecht wilde ontvangen, was er een zegening die hem niet interesseerde, namelijk die ene zegen waarin het
Abrahamitische verbond uiteindelijk omging. Dat kunnen we lezen in 2 Korinthe, hoofdstuk 5, de versen 17 tot 19. Het was Jacob die later de erenaam Israël ontving. Van Esau restte slechts: van uw zwaard zult gij leven en uw broeder zult gij dienen. Genesis 27, vers 40. En God zei: Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Dat lezen we Romeinen 9, vers 13. Nu spreken we over de zegen van Jacob, -Israël. Tegen het einde van zijn leven riep Jacob zijn zonen bijeen voor de overdracht van Gods belofte. Eén van de 12 zou het eerstgeboorterecht ontvangen, maar wie? En wat zou het resterende zijn voor de anderen? Volgens gewoonterecht zou dit recht overgaan op Ruben. Maar Gods wegen zijn niet onze wegen. Het zou niet de eerste en ook niet de laatste keer zijn dat de oudsten werd overgeslagen. Gods regels zijn anders. De mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Dat staat in 1 Samuel 6, de versen 17 tot en met 13. En zo kwam Kaïn na Abel, Esau na Jacob en David voor zijn broers. Zo ging het hier, het eerste geboorterecht, let wel, op de zonen van Jozef kinderen, die van een Egyptische moeder was. En hier ging zelfs Ephraim de jongste voor. In Genesis 48, de versen 17 tot 20, en ook in 1 Kronieken 5, vers 1 en 2, en in Jeremia 31, vers 9 en vers 20, kunt u daarover lezen. Toen later de andere zonen kwamen, restten slechts woorden voor de verre toekomst. Zelfs Benjamin, zoon van zijn geliefde Rachel, zal waarschijnlijk niet erg onder de indruk geweest zijn. Alleen voor Jozef was er nog een overdaad aan zegeningen. Zo lezen we dat in Deuteronomium 33, vers 13 tot en met 17. En toch was er nog een geweldige zegen te vergeven. Had God niet gezegd aan Abraham: er zullen koningen uit u voortkomen? Wel, Juda, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen uw vaders zonen zich neerbuigen. En verder, de scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerserstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Zo lezen we dat in Genesis 49, vers 8 en vers 10. Silo, hij die er recht op heeft, dat is onze Heer Jezus. Zo waren er maar 2 zonen met een echte zegening. 1, dat was Jozef, of beter gezegd Ephraim, dat wil zeggen de schutse, dat wil zeggen het gehele huis Israëls, de 10 stammen. U kunt het ook lezen in Ezekiel 37, vers 16. En 2, Juda, de heerserstaf, waarbij onderscheiden wordt het koningshuis en het 2 stammenrijk. Zo lezen we dat in Psalm 60, vers 9. De Bijbel maakt duidelijk onderscheid tussen deze 2 huizen. De psalmdichter zegt ons dat dit verschil er was vanaf het begin. Want er staat: toen Israël uit Egypte toog, Jacobs huis uit een vroom volk van vreemde taal, werd Juda tot zijn heiligdom en Israël zijn rijksgebied. Zo lezen we dat in Psalm 114, vers 1 en 2. Het is opvallend dat er eigenlijk nooit, en dat wil zeggen op die 90 jaar van Saul, David en Salomo na, een echte eenheid tussen de stammen is geweest. Het was Mozes die dit al profeteerde. Hij zei: hoor Heere, de stem van Juda en breng hem tot zijn volk. Deuteronomium 33, vers 7. In wezen bestond Israël al vanaf de Exodus uit een soms samenwerkende, maar meestal één op zichzelf staande groep stammen. Dat kunt u lezen in Richteren 10, vers 9. Ook dienen we erop te letten dat als de Bijbel, dat wil zeggen vanaf Salomo, de naam Israël gebruikt, er bijna altijd die 10 stammen bedoeld wordt. U kunt dat lezen in 1 Koningen 4, vers 20 en vers 25. In Davids tijd werd Benjamin al tot het huis van Jozef gerekend. Dat vinden we in 2 Samuel 19, vers 20. Andere voorbeelden. Geheel Israël, dat wil zeggen de 10 stammen, luisterde niet naar Rehabeam, dat
We lezen weer 1 Koningen 12 vers 16. Want Jeroboam werd koning over Israël. Zo lezen we dat in 1 Koningen 14 vers 7. Israël de afkerige en Juda de trouweloze. Dat vinden we beschreven in Jeremia 3 vers 6 en vers 18. We lezen van het huis van Israël en het huis Juda. In Jeremia 5 vers 11. Juda tegenover het gehele huis van Israël lezen we in Jeremia 9 vers 26. En zie verder onder andere Jeremia 11 vers 10 vers 17, hoofdstuk 31 vers 27 vers 31, hoofdstuk 32 vers 30, hoofdstuk 50 vers 33, Ezechiël 9 vers 9, hoofdstuk 9 vers 9, hoofdstuk 37 vers 16, Juda en de Israëlieten die erbij behoren, denk bijvoorbeeld aan Anna, de profetes uit Assur. Daarvan lezen we in Hosea 1, vers 2 tot 7, hoofdstuk 4, vers 15, hoofdstuk 5, vers 3. En we lezen in Amos 2, vers 4 tot 6 en in Zacharia 11, vers 12 tot en met 14. Nu zullen we het hebben over Israël, /Juda. Het ene met de naam Huis van Israël en de andere met de naam Huis van Juda. Een enkele maal wordt het huis van Juda ook Israël genoemd. Immers, Juda, Benjamin en Levi waren ook Israëls stammen. Hoor maar, beide huizen van Israël, zoals we lezen in Jesaja 8 vers 14, daar staat, hoor naar mij, huis van Jacob en geheel het overblijfsel van het huis Israël. Jesaja 46 vers 3. Indien gij u bekeert, Israël, dat wordt gezegd tegen de mannen van Juda en Jeruzalem. En in Jeremia 4 vers 1 tegen Zedekia wordt gezegd, gij onheilige goddeloze vorst van Israël. Lees ook Ezechiël 21 vers 25. Het koninkrijk Israël bestond nu nog maar uit 10 stammen. Immers er staat geschreven, neem voor u 10 stukken, want zo zegt de Heere, de God van Israël, zie, ik ga het koninkrijk van Salomo afscheuren en ik geef het u in 10 stammen. Zo lezen we dat in 1 Koningen 11 vers 31. Dat de Davidstam Juda de stam Benjamin mocht behouden, had 2 redenen. Jeruzalem was de stad Davids en lag in het grondgebied van Benjamin. En Jeruzalem is de stad die God verkoren had, daar stond de tempel. Juda was immers Gods heiligdom. Zo bleef de troon van David nog zinvol. Want de Heere had gezegd, ik zal echter 1 stam geven, dat had hij gezegd aan Rehabeam, opdat mijn knecht David altijd een lamp voor zijn aangezicht hebben in Jeruzalem. Zo lezen we dat in 1 Koningen 11 vers 36. Let wel dat de troon van Davids huis voor immer zal voortbestaan. U moet Psalm 89 vers 28 tot 38 is al dacht. Ook al regeert het dan nu niet meer over het koninkrijk Israël, in wezen was nu dezelfde situatie ontstaan als bij Davids eerste 7 jaar, zoals we dat kunnen lezen in 1 Koningen 2 vers 11. Juda had een andere functie. Het zitten op de troon van het huis van Israël was met Rehabeam voorbij. En toen later de Joden Jezus tot koning wilden uitroepen, zou hij, stel dat hij dat gewild had, dat niet eens op zich genomen kunnen hebben, want zijn taak was toen het hoge priesterschap. En dat moest in Juda zijn, dat wil zeggen in het heiligdom. Pas later, na de hereniging van Juda en Israël, zal hij het koningschap aanvaarden. Overigens, wat een tragiek, een koninkrijk zonder Davids huis en Davids huis zonder koninkrijk Israël. Zeer betreurenswaardig. Laten we dat goed bedenken. Ephraim, Israël. Het ging dan ook volkomen mis met Ephraim. De geschiedenis is bekend en ook de afloop. We lezen in 2 Koningen 17 vers 18. Daarop was de Heere zeer vertorend geworden op Israël en had hem van voor zijn aangezicht verwijderd. Niets bleef over dan alleen de stam van Juda. Hoe waar was hier het woord van Hosea, hoofdstuk 3 vers 4. Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer, zonder gewijde steen, zonder efod of terafim.
Merk op dat hier niet gezegd wordt over de troon van David. Trouwens, ten tijde van Hosea regeerde nog altijd een koning uit het huis van David, onder andere Hizkia. Efraïm echter was gedeporteerd naar Assyrië in 722 voor Christus en leek voorgoed verdwenen. Maar God zei dat het anders zou worden. Hij zei, zie, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn. Dat wil zeggen, buiten het land Israël. En spreken tot haar hart. Zo lezen we dat in Hosea 2, vers 13. En ook Ezechiël spreekt in dergelijke dergelijke bewoordingen. Zo lezen we in hoofdstuk 20, vers 35. Ik zal u brengen naar de woestijn der volken en daar met u in het gericht treden. Dan was er Jesaja die steeds maar weer moest profiteren. Hoor mij zwijgend aan en laten de volkeren, dat wil zeggen de Israël volkeren, nieuwe krachten putten. Laten zij toetreden en dan spreken. Laten wij tezamen in het gericht gaan. Wie heeft hem uit het oosten verwekt, gelost van Assur, die bij elke schrede de zegen ontmoet en verder. Hij vervolgt hen, hij gaat ongedeerd voort op een pad dat hij nog nooit had betreden. Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij die de geslachten, denk erom de geslachten van Israël, aanvaard heeft en geroepen. Ik de Heere die de eerste ben en bij de laatste ben ik dezelfde. De kustlanden zagen het en werden bevreesd. De einde der aarde sidderde. Zij naderden en kwamen nabij. De een hielp de ander en zeide tot zijn maker, houd moed. Zo lezen we deze profetie in Jesaja 4, versen 1 tot en met 6. Ja, uit het oosten, dus uit Assur, als het ware weer gaan opnieuw gebracht worden en tot nieuw leven gebracht. En dan lezen we, maar gij Israël, mijn knecht Jacob, die ik verkoren heb, nakoost van mijn vriend Abraham. Zie, het gaat nog steeds om die geslachten. Om het letterlijke nageslacht van Abraham. Gij, die ik gegrepen heb van het einde der aarde, en geroepen heb uit haar uithoeken, tot wie ik zeide, gij zijt mijn knecht. Ik heb u verkoren en niet versmaad. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Zo lezen we deze prachtige woorden in Jesaja 41, de verse 8. Tot en met 10. En verder, op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. Zo lezen we dat in Jesaja 42, vers 4. Wat weer uitmondt in zing de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. Jesaja 42, vers 10. Opgemerkt zij dat ten tijde van het Oude Testament onder de verre kustlanden, wat in het Hebreeuws hetzelfde als eilanden betekent, de Noord-Atlantische kusten bedoeld werden, dus Engeland, Ierland, Nederland, Scandinavië. Deze kusten waren al bekend aan de Foeniciërs en de met hem meevarenden Danieten. Deborah weet er al van, want zij schrijft in Richter 5 vers 17 daarover. En wat te denken van Zebulon, in Genesis 49 vers 13 en in Deuteronomium 33 vers 18, waar we later op terug zullen komen. Overigens wat dan betreft, oude Ierse kronieken vermelden de aankomst al daar in de richtere tijd van hun volk Danan. Mag er verder nog gewezen worden op de volgende teksten. Hoort naar mij, gij kustlanden, en luistert gij natiën in de verte. De Heere heeft mij geroepen van moederslijf aan, want de schoot mijne moeder aan heeft hij mijn naam vermeld. Zo lezen we dat in Jesaja 49, vers 1. Op mij zullen de kustlanden wachten. En op mijn arm zullen zij hopen, lezen wij in Jesaja 51, vers 5. En verder, want op mij zullen de kustlanden wachten, de schepen van Tarsus zullen de eerste zijn om uw zonen van verre aan te brengen, Jesaja 60, vers 9. De schepen van Tarsus voeren op Spanje en er waren Fenicische schepen. Deze voeren via de zuilen van Hercules, dat wil zeggen de straat van Gibraltar, onder andere op Ierland en Zuid-Engeland, waar zij tinhandel hadden. Zo schreef Jeremia 31 vers 10, verkondig het in de verre kustlanden en zegt, hij die Israël verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde. Als Jeremia dit laat opschrijven door zijn schrijver Baruch, zijn de 10 stammen al ruim 100 jaar tevoren naar Assyrië gedeporteerd.
zal Manasseh voerde Israël in ballingschap naar Assur en deed hem wonen in Halach, aan de Habor, de rivier van Gozan en in de steden der Meden. Zo lezen we dat in 2 Koningen 17 vers 6, hoofdstuk 18 vers 11. Zo gingen eerst de overjordaanse stammen en later geheel Efraïm. Dat lezen we in 1 Kronieken 5 vers 26. Dit alles gebeurde dus ten tijde van Hizkia. Enige tijd later trok Salmanasser ook op tegen het zuidelijke rijk en voerde ook een deel van de bevolking van Juda en Benjamin mee. Er staat geschreven, niets bleef over dan de stam Juda alleen. Zo lezen we dat in 2 Koningen 17 vers 18. Op een spijkerschrifttablet vermeldde Sanherib de verovering van de 46 steden in Juda, onder andere Lachish en Libna. Van de bevolking van Juda zal wel niet veel zijn overgebleven. Zie ook hiervoor Jesaja 37 vers 8, Jeremia 34 vers 7. En zo kwamen zij dus de Mediërs ten zuiden van de Kaspische Zee. Het huis Juda. Intussen had het huis Juda, kleiner en zwakker dan het huis van Israël, zijn eigen geschiedenis. Na Rehoboam volgden de koningen uit het geslacht van David met zijn hoogten en dieptepunten. Van weinig koningen kon gezegd worden dat zij deden wat goed is in de ogen des Heeren. Slechts Asa en Jozefat, Joas en Hizkia deden wat recht is in de ogen des Heeren. En hierna ging het met al de lichtgevende uitzonderende Josia steeds sneller bergafwaarts. Overigens was Juda al vanaf de intocht in Kanaan min of meer zelfstandig. Dat lezen we in Richteren 19 vers 9. Toen het nog jeugdig volk Israël, tenminste op Jozef en Caleb na, waren de mannen hooguit 58 jaar. Op het punt stonden Kanaan binnen trekken, sprak Mozes het volk voor de laatste maal toe. Ook hier was het weer Jozef die de volle zegen kreeg toebedeeld. Dat wil zeggen, zegen op zegen. En wel met de nadruk alweer op Efraïm. U kunt dat lezen in Deuteronomium 33, vers 13 tot en met 17. Maar als we dan lezen wat Juda zou overkomen, kijken we vreemd op. En dit betreft Juda. Hij zeide, hoor Heere de stem van Juda en breng hem tot zijn volk. Zijn handen strijden voor hem en wees gij hem een hulp tegen zijn tegenstanders. Lezen we in Deuteronomium 33, vers 7. Wat nu? Leefde niet altijd de gedachte dat Juda de uitverkoren stam was? Juda, gij zijt het, u zult uw broeders lopen, uw hand zal zijn op de nek uw vijanden, de scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerserschap staf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, volgens Genesis 49 vers 8. Nogmaals, terug tot zijn volk, Israël. Was het niet juist Efraïm Israël die om zijn gouden kalveren, onder Jerobeam de Baaldiensten van Achab weggevoerd werd en nooit meer terugkwam, Juda had er in verhouding beter afgebracht en werd geregeerd door het koningshuis van David en hadden de tempel in hun midden. Bovendien waren er nog verscheidene koningen die hen op het rechte pad hielden. Ja, om die reden ging Israël dan ook eerder onder. Totaal en voorgoed. Maar Juda leerde er niets van. Dat lezen we in 2 Koningen 21 vers 9 tot 15. En ondanks Gods ontferming door het zenden van boden, dat wil zeggen profeten, vroeg en laat, en met voorbeeld van Efraïm voor ogen, verachten zij Gods woorden. Dat kunnen we lezen in 2 Koningen 36 vers 15 en 16. Toen was ook voor hen geen herstel meer mogelijk. Wel heel duidelijk gaf Ezechiël dat weer in een zinnenbeeldige voorstelling over Ohola en Oholiba, zoals we dat kunnen lezen in Ezechiël 23. Deze afval van Juda had evenwel een grote consequentie.
lezen namelijk dat de beker die Efren te drinken had gekregen van haar werd afgenomen en dat Juda nu deze woordenvolle, diepe en wijze beker tot de bodem zou moeten leegdrinken. U kunt dat lezen in Ezechiël 23, de versen 31 en 32. Zo ging Juda op de allerarmste na, 130 jaar na Efraïm, naar Nippur aan de Gebar. Hier zou de profeet Ezechiël optreden vanaf plusminus 592 voor Christus. Deze ballingschap is overigens door de meeste Judeërs minder moeilijk geweest dan we zouden denken. Zo kwam bijvoorbeeld van het koninklijk huis sommigen tot grote hoogte, onder andere Daniel en de koningin Esther, zo lezen we dat in Daniel 1, vers 3 tot 6, en in Esther hoofdstuk 2. Toen dan ook Kores, de koning van Perzië, na 70 jaar toestemming gaf naar Jeruzalem terug te keren, zoals we kunnen lezen in 2 Kronieken 36, versen 22 tot 23, bleek het aantal treurende aan Babel stromen volgens Psalm 137, vers 1 tot 6, maar te bestaan uit 42.360 mensen, waaronder 652 die niet konden aantonen dat zij Israëlieten waren volgens Ezra 2 vers 59. Waarschijnlijk waren deze proselieten, maar zeker niet Efraïm. Trouwens, later werden zij niet meer genoemd. Dat komen we weer tegen in Ezra 5 vers 15. Ook Flavius Josephus beschrijft dat in zijn boeken. Van de teruggekeerde werd gezegd dat ze naar Jeruzalem en naar Juda gingen, ieder naar zijn eigen stad. Dus niet naar het gebied van Efraïm. Ook Flavius Josephus zegt dat alleen de stammen van Juda en Benjamin weggevoerd werden. Ezra 2 vers 1 volgens zijn boek. Na het wegsturen van de buitenlandse vrouwen en hun kinderen, dat lezen we in Ezra 19, bleef een bevolking over die nog het uiterlijk had van de oorspronkelijke Semitische Israëliet. Onder andere een lange, dunne, geheel rechte neus, blauwe ogen en blond haar. Dit mede naar aanleiding van de Egyptische afbeeldingen. Zonder verder hierop in te gaan, nog een opmerking. In 1853 viel het Sir Gardner Wilkinson bij zijn bezoek aan het Midden-Oosten op dat de daar wonende Joden blauwe ogen en rood haar hadden. De in Babel achtergebleven Judeërs vermengden zich onder andere met Hethieten en deze hadden een donker uiterlijk en een gebogen neus. De naam Jood werd voor het eerst gebruikt na de terugkeer uit Babel. Deze naam werd van toepassing op diegenen die zich hielden aan de wetten van Mozes en de inzettingen der ouden. Nu zullen we de vermenging onder de loep nemen. In verband met deze vermenging met andere volkeren, dan vinden we onder punt 1 de tijden van Hizkia, dus onder Sanherib en later van Sedekia onder Nebukadnezar, vluchtten veel Judeërs naar het buitenland, onder andere naar Egypte, en vermengden zich. 2. De achtergebleven in Babel vermengden zich met de daar wonende bevolkingsgroepen en verspreidden zich vandaar over Medië, Armenië, India, etc. Punt 3. In de tijd van Hyrcanus, zoon van Simon Maccabeus, werden de Edomieten verplicht zich te laten besnijden en zich naar de Joodse godsdienst te schikken. Dit was door de wet niet eens toegestaan, want volgens de wet mochten ze pas in het derde geslacht worden opgenomen. En dit volgens Deuteronomium 23 vers 7 en 8. En Flavius Josephus merkt op, zo werden dus de aartsvijanden van Israël ingeleid. Punt 4. Farizeeën maakten overal bekeerlingen. Dat vindt u in Matteüs 23, vers 15. In de tijd van Jezus' omwandeling woonden er plusminus 100.000 Joden in Alexandrië in Egypte. Ook dit heeft de nodige vermenging gegeven. 6. Op het Pinksterfeest in Jeruzalem heeft Petrus wel een zeer geëmuleerd gezelschap voor zich, lezen wij in Handelingen 2, vers 5 tot 11. Velen uit de volken des lands werden ten tijde van Esther Joden uit angst voor represailles. Dat lezen we in Esther, hoofdstuk 8, vers 17. Punt 8. Het verwijt van Ezechiël tegen Jeruzalem, uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische, lezen wij in Ezechiël 16, vers 3. 9. In circa 800 na Christus gaat het gehele Russische volk der Khazaren met zijn koning over tot het Jodendom. En deze hadden geen enkele druppel Israëlisch bloed in zich. 10.
ook een Arabische stam, de Falashia's in Jemen, gingen over tot het Jodendom. Ook deze hadden geen enkele druppel Israël bloed. Het stamde niet af, nog van Abraham, nog van Isaac, nog van Jacob. Dan komen heden de dagen bij gelen en zwarten heel wat Joden voor. Zij die Jood geworden zijn uit alle volkeren der aarde. Enkele opmerkingen. Het is duidelijk dat Abraham geen Jood was. Hij was zelfs geen Israëliet. Israël, dat wil zeggen Jacob, moest nog geboren worden. En zoals gezegd, de naam Jood ontstond pas na de Babylonische ballingschap. Joden zijn heden de dagen geen ras, geen volk, maar een religie. De definitie die men in 1948 gaf aan de naam Jood, gaf vele problemen. Ten slotte koos men voor, als de moeder een Jodin is, dan ook de daaruit geboren kind. Overigens heeft men bewust niet gekozen voor de naam Israëliet, maar voor Israëli. En dat is mannelijk, terwijl Israëliet vrouwelijk is. En welke ironie, door deze definitie is door de Joden ook Jezus tot Jood verklaard, door zijn Joodse moeder Maria, zeggen zij. In de schrift staat het anders. In de grondwet van 1948 bij de stichting van de staat Israël is officieel gesteld dat men geen voorzetting van het oude Israël was. U moet het origineel eens lezen wat in de Tevriet is uitgegeven. Net als in 1948 eisden de Judeërs in plus minus 594 voor Christus, dat is 128 jaar na de wegvoering van Efraïm de 10 stammen, al het hele land voor zichzelf op. Dus de geschiedenis herhaalt zich. We lezen. Mensenkind, het zijn uw broeders, uw verwanten, het ganse huis Israël in zijn geheel, tot wie de inwoners van Jeruzalem zeggen. Blijf verre van de Heere, aan ons is dit land in bezit gegeven. Daarom spreek, zo zegt de Heere, hoewel ik hun weggedreven heb onder de volken en in landen heb verstrooid, zodat ik hun slechts weinig ten heiligdom geweest ben in de landen waar zij gekomen zijn. Daarom spreek, zo zegt de Heere, ik zal u, hij spreekt tegen Efraïm, vergaderen uit de volkeren en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. Ik zal u het land Israël geven. Zij zullen daar komen en daaruit verwijderd zijn al zijn afschuwelijkheden en al zijn gruwelijken. Ik zal hun een hart geven en een nieuwe geest in het binnenste. En ik zal het hart van steen uit hun lichamen verwijderen en hun een hart van vlees geven, opdat ze naar mijn inzettingen zullen wandelen en naastig mijn verordeningen onderhouden. En ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Dit kunt u lezen in Ezekiel 11, versen 15 tot 20. Velen zien heden ten dagen de Joden als het uitverkoren volk Israël. Mogelijk heeft Zacharia daar al op gedoeld toen hij schreef: in die dagen zullen 10 mannen uit de volken van allerlei taal vastgrijpen, de slip van de Judese mannen zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is. Zo kunt u dat lezen in Zacharia 3, vers 28. Orthodoxe Joden wijzen de stichting van de staat Israël af, want zij zeggen: de Messias is nog niet gekomen om Israël te herstellen. U moet dan lezen Jeremia 3, hoofdstuk 23 en hoofdstuk 31. De 10 stammen zijn nog niet teruggevonden en hebben nog in geheel geen deel aan de terugkeer van Israël naar het Heilige Land. Ook dit volgens Ezekiel 37. De Joden braken hiermee de eed dat zij nimmer met geweld in het Heilige Land zouden terugkeren. Hadden zij in een Talmud laten vaststellen in Ket 110b en 111a. Maar dit hebben zij zelf verbroken. Zo zegt de Amerikaanse rabbijn Elmer Berger onder andere: ik tart de gefundeerdheid van de gevoelens van hen die in de staat Israël de vervulling zien van de herstelprofetie. Het is een kronkellogica, een surrogaattheologie en een verdraaiing van de profetie om Israëls wereldpolitiek uit te leggen als een uitvoering van een goddelijk plan. Deze reden heeft hij uitgesproken in Leiden, de universiteit, 20/3/1968. Over de Jood Henry Kissinger met zijn politiek ten opzichte van Israël zegt hij: het product van de koortsige teutonische brein van Henry Kissinger, en uit het blad Vrienden van Jeruzalem uit 1968, het Zionisme is zonder meer onverenigbaar met het goddelijke verbond. Het judaïsme bedoelt hij daarmee.
bovenstaande uitspraken in deze geest zijn slechts weinige van de zeer velen uit de orthodoxe Joodse kringen. Wij gaan door met de beloften over het koningschap. Tot nu toe hebben wij, zij het in vogelvlucht, de geschiedenis van Ephraim en Juda bezien. Laten we weer terugkeren naar de tijd van Abraham. Behalve de belofte aan Abraham over een menigte van volken staat nog recht overeind de belofte van God. Zie, koningen zullen uit u voortkomen. Genesis 17 vers 6 en vers 16. Zoals alle beloften ging ook deze over op Isaac, Jacob en zoals ze zagen op Juda. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt en hem, dat gaat over Jezus, zullen de volkeren gehoorzamen. Genesis 49 vers 10. Nu is het laatste deel van deze profetie nog niet vervuld. De volken gehoorzamen nog steeds niet. Toch zal de schepper heden nog steeds naar Gods woord aanwezig moeten zijn. Hoe ging het met deze belofte? Wel, tot aan de komst van Saul is God koning over Israël. Want toen Samuel klaagde bij God, was zijn antwoord: zij hebben mij verworpen dat ik geen koning over hen zal zijn. Zo lezen we dat in 1 Koning 8 vers 7. Wat het volk toen echter niet besefte, was dat een koning uit de stam van Juda moest komen. En toen God dan nog Saul uit de stam Benjamin liet kiezen, was dit huis al bij voorbaat uitgeschakeld. Er staat dan ook nergens dat Saul op de troon des Heren zat. En ook van David staat het er niet. Het volk Israël is namelijk te vroeg met het vragen om een koning. Het had moeten wachten op het huis van Juda. Maar dat was toen, op dat moment, nog niet hiervoor geroepen. Immers, David is pas het tiende geslacht uit Juda en Tamar. En stond er niet geschreven: een bastaard zal niet in de gemeente des Heren, dat wil zeggen in de Kahal, dus dat betekent weer samengeroepen komen, zelf niet zijn tiende geslacht. Lees dat in Deuteronomium 23 vers 2. Je moet daar eens goed over nadenken, dat een bastaard zal niet in de gemeente des Heren komen. Kahal is de vergadering van de geroepenen binnen de vergadering van het volk, wat weer Eda is in het Hebreeuws. David mag de grondlegger zijn van het huis. Echter Salomo, het elfde geslacht, mocht zitten op de troon des Heren. Dat kunnen we lezen in Kronieken 28 vers 5 en in Kronieken 29 vers 23. Met zijn nakomelingen totdat Silo de rechthebbenden om daarop weer plaats te nemen. Jeremia 3 vers 17. Denk hierbij aan de gelijkenis van Jezus, de arbeiders in de wijngaard, de Heer naar het buitenland. Zo mocht Salomo wel een uitzonderlijk vorst genoemd worden. Hij was een voorafschaduwing van onze Heer Jezus. Hij was koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Salomo bestuurde en was bemiddelaar. Zo lezen we dat in 1 Koningen 8 vers 22 tot en met 64. Wat nu betreft de belofte van God aan David over het koningshuis, deze is onvoorwaardelijk. De schrift is daar zeer duidelijk in. Lees maar. Ook kondigde de Heere u aan: de Heere zal u een huis bouwen, uw zoon zal mij een huis bouwen, uw zoon zal mij een huis bouwen en ik zal zijn koninkrijk voor immer bevestigen. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal ik hem tuchtigen met een roeder der mensen en met slager der mensenkinderen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, zoals ik haar heb doen wijken van Saul. Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht en uw troon vaststaan voor altijd. U kunt dat lezen in 2 Samuel 7, de versen 11 tot 16. En Jeremia schrijft: zo zegt de Heere, indien gij mijn verbond aangaande de dag en de nacht kunt verbreken, zodat er geen dag en nacht meer zou zijn op hun tijd, dan zal ook mijn verbond met mijn knecht David verbroken worden, dat hij geen zoon meer hebben zal die koning is op zijn troon. Jeremia 33, versen 20 en 21. Met mijn uitverkorene heb ik een verbond gesloten. Aan mijn knecht David heb ik gezworen: voor altroos zal u nagekroost, bevestigd en troon bouwen van geslacht tot geslacht. Psalm 89 vers 4 en 5. Voor altoos zal ik jegens hem mijn goede tierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vaststaan. Zijn nakroos zal ik voor immer doen voortbestaan uit zijn troon als de dagen des hemels. Indien zijn zonen mijn wet verlaten en niet naar mijn inzettingen wandelen,
Indien zij mijn inzettingen ontwijden en mijn geboden niet onderhouden, dan zal ik hun overtredingen met de roeden bezoeken en mijn ongerechtigheid met plagen, maar mijn goede tierenheid zal ik hen niet onthouden. Mijn trouw zal ik niet verloochenen, mijn verbond zal ik niet ontwijden, nog veranderen wat over mijn lippen gekomen is. Eenmaal heb ik bij mijn heiligheid gezworen, hoe zou ik tegenover David liegen? Zijn nakroost zal voor altoos bestaan, en zijn troon zal als de zon voor mij zijn. Als de maan zal hij voor altoos vaststaan, en de getuigen aan de hemelen is getrouw. Volgens Psalm 89, vers 29 tot en met 38. Let wel dat hier niet Jezus bedoeld is. Deze zal de wet nooit overtreden. David zelf heeft dit haast te groot gevonden. En vol verwondering zegt hij dan ook, en dit was nog maar te weinig in uw ogen, heren. Daarom hebt gij aangaande het huis van uw knecht ook gesproken over de verre toekomst. En dit is de wet voor de mens, heren, heren. Of anders gezegd, u doet zo met mensen. U kunt dat lezen in 2 Samuel 7, vers 19. En elders staat, ik zal David en zijn zonen altijd een lamp geven. 2 Kronieken 21, vers 7. Dat David zichzelf en de mens kennende wel eens twijfelde, blijkt aan zijn woorden aan Salomo. Hij zegt, wees gij nu sterk, toon uw man, neem de plicht jegens de Heere uw God in acht. En verder, in 1 Koningen 2, vers 2 tot 4, hoewel David van Gods belofte weet dat hij toch Salomo wijzen, zal hij Salomo wijzen op het dienen van God. David lijkt dus zelf een voorwaarde te willen stellen aan Gods belofte. Ook na de inwijding van Salomo's tempel lijkt de belofte weer voorwaardelijk. God verschijnt aan hem en zegt, indien uw zonen zich ooit van mij afkeren en mij niet volgen, mijn geboden en inzittingen die ik u voorhoud heb niet volbrengen, maar andere goden dienen en daarvoor neerbuigen, dan zal ik Israël uitroeien van de bodem die ik hun gegeven heb. En het huis dat ik aan mijn naam geheiligd heb, zal ik van mij wegstoten, zodat Israël tot een spreekwoord en een spotrede onder alle volken zal worden. Dit huis zal tot een puinhoop worden. Ieder die eraan voorbij gaat zal zich ontzetten en fluiten en zeggen, waarom heeft de Heere al zo aan dit land en aan dit huis gedaan? Deze ernstige woorden lezen wij in 1 Koningen 9, de versen 6 tot en met 8. De ondergang van Israël en de tempel en het afval van het huis van David. En inderdaad zijn beide woorden uitgekomen. Israël is uitgeroeid uit het land. U kunt het lezen in Hosea 2 vers 13. En ging in ballingschap naar Assyrië. Zonder terug te keren. En de tempel is inderdaad verwoest. Het gaat in 1 Koningen 9, de vers 1 tot 9, over de tempel. Maar hier wordt niet gesproken over de troon van David. Ten slotte lezen we in het leergedicht van Ethan, die ten tijde van Salomo leefde en de afval en de scheuring van het rijk zag, dat hij vol vragen zat over Gods beloften aan David. Toch hebt gij verstoten en versmaakt. Gij zijt verbolgen geweest op uw gezalte. Zijn kroon ter aarde toe ontwijd. Al zijn muren hebt gij verbroken. Zijn vestingen tot een puinhoop gemaakt. Allen die op de weg voorbij gaan, gingen, plunderden hem. Hij werd een smaad voor zijn naburen. Zo lezen we dat in Psalm 89, vers 39 tot 52. Vergelijk hiermee 1 Koningen 14, vers 25 en 26. Maar hiermee wilde en kon hij niet besluiten. Hij kon Ethan, hij was een wijze in Israël, hij wist en moest erkennen, geloof zij de Heere voor eeuwig, amen, ja, amen. Alles volgt Psalm 89, vers 53. Veel later zei Petrus in zijn redenvoering, daar hij David nu een profeet was en dat God hem onder ede gezworen had een van de vrucht van zijn lenderen op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van Christus. Zo lezen we dat in Handelingen 2, vers 30. Dit kan niet op 2 Samuel 7, vers 12 slaan, want daar staat, ten eerste uw eigen zoon, en ten tweede deze zoon, zonen, zal nog ongerechtigheid bedrijven. En
dat is wat we van de Heer Jezus niet kunnen zeggen. Beter is de wijze naar 2 Samuel 23, versen 3 en 4. De Geest des Heeren spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong. Israëls God spreekt, Israëls God zegt tot mij, een rechtvaardige heerser over mens en een heerser in de vreze God. Hij is als morgenlicht bij het opgaan der zon, de morgen zonder wolken door de glans, na de regen jong groen uit de aarde. En dan gaat het over de tak van Nathan, zoals we lezen in 2 Samuel 23, versen 3 tot en met 4. En David moest erkennen dat zo'n rechtvaardige voor zelf in zijn huis niet te vinden is, maar desondanks toch een eeuwig verbond kreeg, zoals we lezen in 2 Samuel 23, vers 5. En al werd hier niet van een eed gesproken, het spreken van de Geest des Heren is voldoende. De afbraak van het huis van David. Inderdaad werd Davids vrees bewaarheid. Op de enkel genoemde uitzondering na ging het met het koningshuis van David volkomen fout. Na jaren van wanbestuur door diverse koningen komt Jozuas of Jonan aan het bewind. Van deze zoon, de vrome Jozua, staat geschreven dat hij deed wat kwaad is in de ogen des Heeren. Na een regering van 3 maanden zette Farao hem gevangen te Ribla ten noorden van Damascus. Later bracht hij Nego hem naar Egypte waar hij stierf. Dat lezen we in 2 Koningen 23 vers 31 tot 34. Nego zette nu zijn broer Eliakim op de troon en noemde hem Jojakim. Maar toen trok Nebukadnezar de koning van Babel op en Nego werd verslagen en passant Juza in bezit genomen. Ook van Jojakim staat dat hij deed wat kwaad is in de ogen des Heeren. En zo werd hij naar Gods woord ten gronde gericht. Jojakim stierf en kreeg een ezelsbegrafenis buiten de poorten van Jeruzalem. U kunt dat lezen in Jeremia 22 vers 19. Waarschijnlijk door Babel of op weg daarheen. 2 Koningen 23 vers 25 tot 2 Koningen 24 vers 7. Jojakim, zijn zoon, die geboren in 615 voor Christus, volgde hem op in 597 voor Christus. Over hem moest Jeremia profiteren. Land, land, hoor des Heren woord. Zo zegt de Heere, schrijf deze man in als kinderloos. Een man die in zijn dagen geen geluk heeft, want het zal aan geen van zijn nakomelingen gelukken om te zitten op de troon van David en weer over Juda te regeren. Jeremia 22, vers 20 tot en met 30. En zo werd nu door God Joga genoemd. De wijzing naar Yahweh werd weggelaten. Het is interessant te weten dat de archeologen scherven hebben gevonden waarop de namen van Jojakim en zijn 5 zonen, onder andere Silhit, staat. Albrecht Grant en Vincent Wheeler, zoals we dat hebben gelezen in 1 Kronieken 3 vers 17, gaat het over de zonen van Jojacham, was Assir en zijn zoon Siljahit. Nu betekent Assir gevangenen. Vertaald moet worden Igonia de gevangenen, zijn zoon Siljahit. Bovendien moesten we bedenken dat Igonia hooguit 18 jaar was toen hij te Siljahit werd geboren in 598 voor Christus. Overigens is dit ook zo vertaald in de Luthervertaling. Eigenlijk was dit de zoon van Miria van de tak van Nathan. Dat lezen we weer in Lucas 3 vers 27. Maar Siljahit werd geboren voor de wegvoering, dus voor 597 voor Christus. En Jojakim bij de wegvoering waarschijnlijk geen kinderen had, zo worden we in 2 Koningen 24 vers 15 niet genoemd. Daarentegen wel zijn moeder, zijn vrouw, reisgenoten enzovoort. Kunnen we dus veronderstellen dat Siljahit door Jegonia als mogelijke troonopvolger geadopteerd was. Hij kende de profetie van Jeremia en heeft deze mogelijk geloofd. Zoals we dat kunnen lezen in Jeremia 22 vers 30. Verwachtte hij de doodstraf en wilde de troon veiligstellen. Hoopte hij dat een kind van enkele jaren dan niet meer van zijn naaste verwanten de dans zou ontspringen? Het is maar een veronderstelling. Overigens had Siljahit een zoon van Zerubabel, dat is de spruit van Babel, zoals we dat kunnen lezen in Esra 3 vers 2 en 8, hoofdstuk 5 vers 12, Nehemia 12 vers 1, Haggai 1 vers 1, vers 12 vers 14, vers 24, hoofdstuk 2 vers 3 en Matthäus 1 vers 12 en Lucas 3 vers 27.
eenmaal, maar dat in de verwarrende koningslijst van 1 Koning 3 vers 19, heet hij zoon van Pedatja, zijn stiefoom, zoon van Jojachim, volgens de gevonden potscherven. Mogelijk was Sliehit te Babel overleden en werd Zimbabel door Pedaja geadopteerd. De Bijbel leert ons dat Jechonia in Babel 6 zonen kreeg. Op bovenbedoelde potscherven werden er behalve Sliehit nog 4 genoemd, die allen geboren zijn voor 592 voor Christus. Of Jechonia zich in Babel bekeerd heeft, is onbekend. Maar gezien de namen die hij zijn zonen geeft, is het zeer goed mogelijk. Marjegrim, mijn koning is verheven. Of Pedaja, Yahweh verlost. En Senaja, Yahweh is van aanzien. Of Osama, Yahweh hoort. Nee, dat ja, Yahweh is mild. Na 37 jaar, volgens de kleitabletten, waren het minder zware tijden dan we misschien dachten. Hij kreeg immers 6 zonen en werd hij in volle eer hersteld. Nee, Jechonia kwam ondanks de begenadiging niet weer terug. In zijn plaats had Nebukadnezar na de deportatie van zijn oom Matanja, dat betekent geschenk van Yahweh, aangesteld tot vazalkoning. Hij gaf hem een andere naam, Zedekia. Yahweh is macht, misschien wel ironisch bedoeld door Nebukadnezar. De laatste koning in Jeruzalem. Zedekia zou de laatste strohalm blijken te zijn, maar ze werd niet gegrepen. En Zedekia gaf geen gehoor, hij, nog zijn dienaren, nog het volk des lands, aan de woorden des Heren. Volgens Jeremia 37, vers 2. Zelfs in zijn goede momenten ging hij niet op de knieën, maar vroeg hij Jeremia voor hem tot de Heren te bidden. Zo lezen we dat in Jeremia 37, vers 3. Zedekia, de twijfelaar die de weg kende maar die niet ging, hij de naam van Yahweh trouw zwoer aan Nebukadnezar, verbrak de eed. En deze ontrouw nu beschouwde God als ontrouw aan hemzelf. Ik zal hem naar Babel voeren en daar met hem in het gericht treden, lezen wij in Ezekiel 17, vers 20b. Het is definitief uit, volgens Ezekiel 17, vers 9 tot 10. Nebukadnezar kwam, doodde zijn zonen, stak hem de ogen uit en voerde hem in koperen keten naar Babel. Dat kunnen we lezen in 2 Koningen 25, de versen 6 en 7 en in Jeremia 39, de versen 6 tot en met 8. Nu het doek gevallen was, het huis van Israël vergoed weg was en het huis van David uitgestorven, alleen Juda mag nog een zwakke glimp van hoop overhouden. Na 70 jaar Babel mag ze weer terugkeren. Yahweh, de Eeuwige, heeft zijn belofte en eden niet waar kunnen maken. Nog aan Juda, nog aan Ephraim, nog aan David. De tegenstander Satan heeft het gered. Maar dit kan toch niet? En het zal ook niet zo zijn. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn gebond gedenken. Staat in Psalm 105, vers 7 tot 11. Hij die over al de ongerechtigheden vergeeft. Die altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen, volgens Psalm 103, vers 9. Voor ons mensen is dit een wonderbaar, maar zo niet bij onze God. Zoals Jeremia mag schrijven: mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen niet mijn wegen, volgens Jesaja 55.